Om te bewijzen dat ze met hun tijd meegaan, keerden Sint-Nicolaas en Zwarte Piet als lifters naar Spanje terug. Het was alsof de goedheilig man, die bij zijn verjaardag 11 miljoen Nederlanders met geschenken had overladen, tot de bedelstaf was gebracht. Gelukkig kregen ze gauw een lift. Dit te meer, daar ze toch al niet zoveel bagage bij zich hadden. Het was daar langs die Rijksweg een kil afscheid. De grote weldoener was een vergeten man. Er was zelfs niet één kind aanwezig om Dag Sinterklaasje te zingen. Nog voor de herfsttijd der middeleeuwen, in de 12e eeuw, werd dit machtige kasteel, het bij Utrecht gelegen slot Zuilen, gesticht. Toen de zware toegangsdeuren voor ons geopend waren door een stoere dienstknecht, herleefden die middeleeuwen. Achter een der ramen van de burcht was een speelman gezeten die schone klanken toverde uit een draailier. Van de lier draaide onze camera naar het eerste nationale jeugdforum dat hier in de Gobelinzaal van het slot werd gehouden door de 90.000 leden tellende jeugdclub van een der grootste Nederlandse bedrijven. Natuurlijk kwam in deze praatbijeenkomst ook de verhouding van deze club tot andere jeugdorganisaties ter sprake. Ben jij lid van een andere vereniging? Ja, ik ben een lid van Vrije Vogels. Nou, dat is een club en daar knutselen we en zo. En, we gaan zomers kamperen en er is een JG van en een JB. Dat is meer van de vrijzinnig hervormden. Hans, kan jij ons iets vertellen over jouw hobby's? Ja, ik interesseer me in het algemeen voor ruimtevaart en ik zou ook graag wat stripjes ervan willen zien en meer verhalen over horen. Juist, dus jij gelooft in marsmannetjes? Nee, dat weer niet. En Antje, heb jij een idee over ruimtevaart? Ja, ik vind ruimtevaart helemaal niet leuk, want als je dan op een raket naar de maan wilt en je vlogt naast de maan, wat doe je dan als je zo in het zin valt? Ja, dat is wel een probleem. Wat had jij te zeggen, René? Nou, ik vind dat we het niet zo ver in de ruimte hoeven te zoeken, want er is hier, op de aarde is er ook nog genoeg om te onderzoeken, bijvoorbeeld de Zuidpool. En wie voelt er nou van jullie nou nog meer voor ruimtevaart? Zo bouwde een jeugdclub een luchtkasteel in een middeleeuws slot. Een van de eerste kunstwerken die in het kader van het Deltaplan werd gebouwd, is de stormvloedkering in de Hollandse IJssel. De sluis daarin garandeert het voortbestaan van de stroomopwaarts gelegen werven die zeeschepen bouwen. Deze werven zouden namelijk ten ondergang gedoemd zijn als de stormvloedkering geen doorlaatmogelijkheid voor grote schepen had. Op een koude, mistige dag voer het eerste zeeschip door de sluis naar buiten. Het was de voor een Griekse rederij gebouwde North Marchioness. De doorvaart was geen makkelijk karwei. Aan weerskanten van de 12.000 ton bleven maar enkele meters over. De manoeuvre van de North Marchioness was een heugelijke gebeurtenis voor de bouwers van de stormvloedkering en een geruststelling voor de scheepsbouwers aan de Hollandse IJssel. In een Amsterdamse glasfabriek werd een plaat vensterglas in tweeën gedeeld om een nieuwe Nederlandse vinding te demonstreren. Onbreekbaar glas, waarvoor in 34 landen patent is aangevraagd. Om vooral duidelijk te maken dat deze proefneming met een dubbele bodem niets te maken heeft, begon men eerst met een kogel van 1,5 kilo zijn eigen ruiten in te gooien. Het andere deel van de glazen plaat werd vervolgens in een warm zuurbad gedompeld en gedurende 10 minuten onder hoge druk met fluorwaterstofdamp bespoten. Dat deed de bijna onzichtbare breuklijnen en barsten verdwijnen die in de buitenlaag van ieder stuk glas voorkomen. Een glasplaat van 2 centimeter dikte wordt door een dergelijke behandeling ongeveer 20 maal zo sterk. Dat bewees de proef met de kogel. Van een hoogte van 2 meter werd de proef herhaald. Onze opnamen zijn enigszins vertraagd. Valt dezelfde kogel van 3 meter hoogte, dan is er 50% kans dat het glas heel blijft en 50% dat het vast